Dit is een uitwerking van opgave 15 van de Voorbeeldtoets 3F van 2016. Wil je de opgave eerst zelf maken, zet dan de film stil om de opgave te maken en kijk daarna verder. Er wordt gevraagd naar 62,5% van 800 euro. Omdat dit zonder rekenmachine moet, is het maken van een verhoudingstabel niet handig. Delen door 100 keer 62,5 is best lastig. We gaan eerst de makkelijke procenten uitrekenen. 100% is alles, dus dat is 800 euro. 50% hiervan is 400 euro. De helft hiervan, dus 25%, is 200 euro. En de helft daarvan is 12,5% is 100 euro. We moeten 62,5% hebben, dus 50% plus 12,5%. 50% plus 12,5% is 62,5%. Dus 400 euro plus 100 euro is 500 euro en dat is 62,5%. Dat vullen we in.